een hoger minimumloon, 500 basisbanen en compensatie voor de hoge energieprijzen. Dat zijn 3 van de 10 voorstellen die de PvdA doet om het armoedeprobleem in de gemeente aan te pakken. Met deze voorstellen wil de partij aan de ene kant zorgen voor meer inkomen en aan de andere kant meer mensen in armoede mee laten doen aan de samenleving. Wat je ziet in Groningen is dat er eigenlijk relatief veel armoede is. Heel veel mensen hebben ermee te maken en dat is voor de Partij van de Arbeid onverteerbaar. En daarom is het wat ons betreft hoog tijd voor nieuwe bezieling in de aanpak van armoede. En daarmee zullen we armoede misschien niet in 10 jaar oplossen, maar met onze 10 concrete voorstellen kunnen we wel echt wat betekenen voor mensen die nu in armoede zitten. Bijvoorbeeld dat je nu ziet dat het kabinet het nalaat om het minimumloon echt substantieel te verhogen. Dan zeggen wij, dan moet de gemeente als werkgever dat wel verhogen naar 14 euro. Of we willen op den duur ook bijvoorbeeld 500 basisbanen in de gehele arbeidsmarktregio Groningen. Nou, dat zijn concrete voorstellen die ervoor moeten zorgen dat mensen meer inkomen overhouden. Maar dat ze ook gewoon meedoen in de samenleving. En dat is wat de PvdA betreft heel belangrijk. De partij wil ook meer hulp bieden aan jongeren die dakloos zijn of dreigen te raken. En voor hun willen we eigenlijk een nieuw experiment, een bouwdepot. En daarmee krijgen ze onvoorwaardelijk voor 1 jaar lang gewoon een inkomen, zodat ze letterlijk kunnen bouwen aan hun toekomst. En dat experiment wordt al gedaan in Eindhoven. De VVD-staatssecretaris is daarop tegen. Maar omdat ze het in Eindhoven doen, en groot gelijk hebben ze, zeggen wij dat kan en moet ook in Groningen. Hij denkt dat de gemeente genoeg geld heeft om deze voorstellen uit te voeren. Ja, tuurlijk. Het zijn altijd politieke keuzes die je moet maken. Waar ga je geld wel en niet aan uitgeven? En als Partij van de Arbeid zeggen wij, we vinden de aanpak van armoede zo belangrijk dat wij ons geld willen besteden aan bijvoorbeeld het creëren van die basisbanen, bijvoorbeeld het verhogen van het minimumloon, maar ook mensen die bijvoorbeeld door de stijgende gasprijzen nu te maken hebben met energiearmoede, ook hun willen we tegemoetkomen met meer geld. En daar willen wij ons geld als Partij van de Arbeid mede aan uitgeven. Bussoft denkt dat deze plannen echt kunnen helpen. Wat je ziet is dat bijvoorbeeld het verhogen van het minimumloon er direct voor zorgt dat mensen meer geld overhouden in de portemonnee. Door de stijgende energieprijzen gaan mensen er echt tientallen euro's per maand op achteruit. Als je hun gewoon eenmalig compenseert, maar ook structureel bijvoorbeeld helpt door hun huis te verduurzamen of door inkomensondersteunende maatregelen te verruimen, dan houden mensen meer geld over in de portemonnee en daar gaat het om. Zodat mensen gewoon de eindjes aan elkaar kunnen knopen.